Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1141 met een uitzending voor vandaag 23 november 2017. Dit is het bulletin van donderdag. Deze uitzending is gemaakt vanaf de onwillige computer die toch niet helemaal alles blijkt te doen wat een computer zou moeten doen, maar wel vrijwel alles. Dus zeker zoveel dat ik hem voor een flink deel van mijn werk en voor de Daily Minutes kan gebruiken. Maar goed, er valt nog wel iets aan te doen. Dit is deel 5 van de serie over geheime elektronica. In deel 4 beschreef ik hoe de Italiaanse marine een Enigma-systeem had, waarvan de Engelsen niet konden ontdekken of dit hetzelfde systeem was dat tijdens de Spaanse burgeroorlog was gebruikt, waarvan toen de code gekraakt was. De 19-jarige studente Mavis Lever wist vervolgens te ontdekken dat het inderdaad om dit systeem ging, waarna de geallieerden succes op succes tegen de Italianen boekten. De situatie rond de inval van Polen is voor begrip van deze zaak niet helemaal onbelangrijk. Voor de inval van de nazi's in Polen in 1939 sloten de Duitsers en de Sovjets een neutraliteitsverdrag dat werd ondertekend door de Duitse minister van Buitenlandse Zaken von Ribbentrop en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Molotov, die van de cocktails zeg maar. In het pact dat later door Hitler grof werd genegeerd, werden invloedssferen afgesproken tussen de beide landen. In het verdrag werd in feite afgesproken hoe ver Duitsland in landen als Polen, Litouwen, Letland, Estland, Finland en Roemenië zou mogen doorstoten en tot hoever de Russen dat zouden kunnen doen. Voor wat betreft Polen en de andere landen was dit gewoon een zaak van ordinaire landjepik. Nadat de nazi's in 1939 Polen binnenvielen, nam Rusland 16 dagen later zijn afgesproken deel van het territorium van dat land in. De codekrakers van de Poolse geheime dienst bevonden zich in het deel dat door de Russen zou worden ingenomen. Op de datum dat dat gebeurde, 17 september 1939, staken zij vervolgens de grens over naar Roemenië. Reizen was in die tijd natuurlijk nog heel anders dan nu, maar uiteindelijk arriveerden ze op 20 oktober 1939 in Parijs, waar ze samen met de Fransen een Pools-Frans codekraakafdeling in het leven riepen, PC Bruno genaamd, in een voorstad van Parijs. Dit bureau werkte zeer nauw samen met de mensen onder Alan Turing, in Bletchley Park aan de andere kant van het kanaal. Communicatie verliep via telegraafverbindingen via draden, waarbij voor de codering kopieën van de Duitse Enigma werden gebruikt. De Duitsers dachten zelf dat Enigma niet te kraken was, dus aangenomen werd dat ze hiertoe ook geen pogingen zouden ondernemen. De communicatie in de vorm van overleg heen en weer bleef soms dagen ononderbroken aan de gang. Met name rond 17 januari 1940, toen de Polen vanuit Frankrijk er voor het eerst in slaagden het Enigma van de Duitsers weer te ontsleutelen. Net voor de inval van een aantal landen, waaronder Nederland en Frankrijk, vanaf mei 1940 veranderden de Duitsers opnieuw hun manier van coderen, iets wat de Polen en de Engelsen al hadden gevreesd. Door deze wijziging werkte de methode van decoderen aan de hand van de zogenaamde Sigalsky sheets niet meer. Sigalsky bladen waren geperforeerde bladen die voor het versneld achterhalen van de dagsleutel werden gebruikt. Ze maakten gebruik van een verschijnsel dat door de Poolse crypto-analist Hendrik Sigalsky was ontdekt, namelijk dat eens in de 8 berichten in de berichtsleutels er 1 letter gelijk was. Deze letters werden aangeduid met Samitsky, het Poolse woord voor vrouwen. De Engelsen gebruikten hiervoor later het woord females. Er was als 2 van diezelfde letters voorkwamen vervolgens maar een beperkt aantal sleutels mogelijk waarbij deze herhaling kon voorkomen. Daarna was het aantal sleutels dat moest worden uitgezocht ineens veel minder dan de ruim 150.000 voor de Enigma die op dat moment werd gebruikt. Als vervanging voor het wegvallen van de Sigalsky sheets ging Bletchley Park zich vervolgens richten op fouten in de bediening van de Enigma. Marian Rydziewski, Jerzy Rotsky en Hendrik Sigalsky, die van de sheets zeg maar, die konden vrij kort daarna niet meer meedoen omdat de Duitsers Frankrijk overliepen. Tegen juni 1940 naderden de Duitse troepen Parijs en PC Bruno en de codekrakers ontvluchten de regio met de hulp van het Franse hoofd van PC Bruno, Major Bertrand. De Duitsers vielen op 10 juni, kort na middernacht, Frankrijk binnen. Frankrijk capituleerde 12 dagen later op 22 juni. Op 24 juni vloog Major Bertrand met 15 Poolse en 7 Spaanse codekrakers van bureau PC Bruno in 3 vliegtuigen in de richting van Algerije. Bertrand zette in het nog niet bezette zuiden van Frankrijk een nieuw codekraakbureau op in U6 nabij de Middellandse Zee. Dit bureau, genaamd Cadi, bleef werken totdat de Duitsers 2 jaar later in november van 1942 ook het zuiden van Frankrijk innamen. Rydziewski en Sigalsky ondernamen meerdere hachelijke trips om bij Bletchley Park in Engeland te geraken, waarbij ze in Spanje in de gevangenis terechtkwamen, maar uiteindelijk toch in Groot-Brittannië arriveerden. Net als van Nederland was een onderdeel van het Poolse leger in Engeland actief. Beide codekrakers gingen werken in een Poolse afdeling voor het kraken van codes in de Engelse plaats Boxmoor. Vanwege hun vlucht vanuit bezet Frankrijk werden zij een te groot risico geacht om tot Bletchley Park te worden toegelaten.
Verschillende van hun collega's werden op de vlucht in Frankrijk door het Vichy-regime en door de Duitsers vastgezet. Ondanks de erbarmelijke omstandigheden waarin ze soms verkeren, was er niet één van hen die ooit het geheim van de Enigma's bekendmaakte. Net als tegenwoordig bij het gebruik van de computer was de grootste zwakte van de Enigma het gebruik ervan. Zowel sommige tamelijk nonchalante gebruiksinstructies als gemakzucht van degene die de apparaten bediende waren de belangrijkste reden dat de Enigma bij voortduring kon worden gedecodeerd. De volgende keer gaan we, voordat we op de nalatenschap van de Enigma in de vorm van modernere apparaten ingaan, in op waar deze zwakheden precies in zaten. Uit een BBC-documentaire van een paar jaar geleden bleek overigens dat ook tegenwoordig nog de belangrijkste manier van de huidige codekrakers van Bletchley Park is om deze slordigheden en slechte gewoontes van de gebruikers van encryptie uit te buiten. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.